Elke week heeft Mark Langeveld me meegenomen naar heel interessante bedrijven om in te beleggen. Dit keer heeft Mark mij meegenomen naar Golfclub The International, omdat we een terugblik gaan krijgen over diverse tips die hij de afgelopen uitzendingen heeft gegeven. Wat kun je me meer vertellen over de stand van zaken van de afgelopen weken? Bij de eerste uitzending bij mij op kantoor deed ik de gewaagde uitspraak van de Ajax kan best wel eens naar de 500 punten toe. Dat was gewaagd omdat we op dat moment onder de 400 stonden en in een dalende trend zaten. Maar we zijn nu 10 weken verder en inmiddels staan we 425 punten, dus we zijn goed op weg. Neem bijvoorbeeld Heineken, dat was een tip uit de tweede uitzending. Die staat inmiddels een procent of 11 hoger in de laatste 6 weken. En dus die is ook heel lekker op weg. Dus niet in het midden? Ja, kijk uit. En de week daarna tipte je Philips. Ben je daar nog steeds positief over? Ja, zeker. 5 weken geleden tipte ik inderdaad Philips. En vanwege met name de aankomende splitsing. En dat aandeel heeft sindsdien 8% is hij gestegen. En ook voor 2015 blijf ik daar zeer positief over. Dus daar wil ik eigenlijk volgende week meer over vertellen. En de tip van 4 weken geleden, geloof ASML. Hoe is het daarmee? Ja, het wordt bijna eentonig. Maar ook die heeft het fantastisch gedaan de afgelopen weken. Is met zo'n 10% gestegen. Heeft te maken met een Capital Markets Day die ze in Londen hebben gehouden. Waar ze de strategie nog een keer hebben uitgelegd. En dat is bij beleggers heel goed gevallen. Zijn er nou ook nog tips die minder goed zijn uitgepakt? Ja, tuurlijk. Niet alles gaat goed. Ik heb een tip gegeven over KPN. Een paar weken geleden bij ons bezoek bij Arne Alberts. En dat heeft tot nu toe nog helemaal niks gedaan. En na ons bezoek aan Westzane, heb ik ING. En die is weliswaar met 4% gestegen. Hij is daarmee wel iets achtergebleven bij de andere aandelen en bij mijn eigen verwachtingen. Dus dat moet dan maar in 2015 gaan komen. Nou, ik ben echt onder de indruk geraakt de laatste weken. Is het mogelijk dat Antaurus de beleggingsportefeuille van mij eens bekijkt en daar een second opinion op geeft? Tuurlijk, dat doen wij regelmatig. Dus ik zou zeggen, bel ons of laat een bericht achter op onze website. En dan kijken we met alle plezier naar jouw beleggingsportefeuille. Ga ik doen. Is het lekker? Heb je nog een tip voor me en voor de kijkers? Tuurlijk. Ik denk dat je door de economische groeiverschillen in Amerika en Europa en ook door het centrale bankbeleid in Amerika en Europa dat je te maken gaat krijgen met een sterker wordende dollar en een zwakker wordende euro. Dus je moet eigenlijk de bedrijven selecteren die een kosten hebben in euro's, maar een opbrengst in dollars. Maar daar wil ik het eigenlijk volgende week ook met je over hebben, want dan wil ik het hebben over de must-haves voor 2015 op beleggingsgebied. Leuk!